Een hele goede morgen, mijn mannen. Goedemorgen. Vanuit Gran Canaria nog altijd. Altijd. Ja. Aha! We proberen Jules in de autostoel te zetten, maar tegenwoordig is dat een heel gevecht, zoals je ziet. Ja. Maar de aanhouwer wint, hè? Altijd. Zo, en dan dat, en dan zo. We hebben trouwens Jules terug opnieuw omgekeerd gezet in de auto, dus met zijn rug naar de voorkant. Voor degene die onze video een paar dagen geleden heeft eigenlijk gezien, Jules die wordt dus wagenziek als hij omgedraaid zit. En zo niet meer, hè? Voorlopig gaat het nog, er is nog een beetje ruimte aan zijn voetjes. Ziezo! We hebben gisteren de vlog afgesloten met regen. Wel, nu is daar niks meer van te zien. Het zonnetje schijnt hier enorm. Het is mooi weer, weer in Gran Canaria. De regen is verdwenen. Zeg, wat een mooie gerechtjes hier. Echt mooie tapas hier op ons tafeltje. Hè? Heel lekker ook. Ja, hè? Leuk. Een nieuw avontuur wacht weer op ons. Jane en Jenno gaan de kloof in. We hebben dat al eens eerder gedaan, dus het maakt ons wat minder bang. Alleen deze keer is het minder aangelegd, minder een toeristische attractie dan toen in Lanzarote. Daar was zelfs een hele parking aangelegd. Hier zijn maar een aantal spotjes hier langs de weg, die toch wel druk bereden wordt, midden aan de bergen. En dat betekent ook dat we zelf wat gaan moeten klimmen om er te geraken. Het is een best lange tocht. Ik zal het even laten zien. Niet zo gemakkelijk is. Ja, maar ja, het leven dat is niet gemakkelijk. Daar moeten we naar beneden. Rustig aan. En daar zie je een tunnel. Die moeten we door. En als we daardoor zijn gegaan, dan komen we in een kloof tussen deze twee bergen. En dat bewandel je zo en dan krijg je ja, een heel mooie kloof die blijkbaar de moeite is om eens te zien. Ja. Weer al van de blog van Jolien, hè? Ja, niet van mij een blog, van een blog die ik gevonden heb, ja. Voilà. Ja. En dat gaan we niet met ons tweeën doen, dat zou een beetje te makkelijk zijn. We nemen onze Jules mee. Kijk, dat is ook wel leuke grotjes als ze hier hebben. Ja. Daar allemaal grotjes, daar ook. Een grotje 1, grotje 2, hier ook nog van die grotjes. En ook daar hier recht voor eigenlijk allemaal grotjes, hè? Allemaal precies ingangen. Vroeger woonden ze hier ook in de bergen, hè? Allee, er zijn hier mensen die hier in de bergen woonden. Er is zelf verschillende musea van te vinden hier op het eiland. Van mensen die dus daar een onderkomen in hadden. En nu wonen daar vooral duiven en andere beesten. Maar niet veel mensen. Ik denk niet dat er nog mensen in de grotten wonen. Waarom zouden ze ook eigenlijk? Nee, dat wordt niet meer gedaan. Dat is niet meer van deze tijd. Allee, Jules zit nog in de auto. Ja, we gaan hem eruit halen. Ik denk waar de tijd niet nu. We gaan de ravijnen. Oh. We zijn al begonnen aan onze afdaling. Het is nog wel even. Maar mijn mannen zijn nog achter. Heel voorzichtig, schat. Het is hier heel glad, hè? Het zand glijdt. En je bent op je teenslippers. Ja. Vind je het leuk, Jules? Ja, goed zo. Zo. Jongens. Allemaal grappig. Moet ik misschien niet beter voor gaan? Als jullie vallen, dan breek ik tenminste jullie val nog. Of dan duwen jullie mij nog verder naar beneden. Ja. Wacht hier. Voorzichtig hier, hè. Ik ben al beneden. Jullie ook. Yay! Amai, het is hier wel al heel mooi, moet ik er kijken. Zo direct zo die rotsen, dat geeft zo direct toch een Cars vibe, vind ik. Wat een Cars? Het doet me denken aan Cars. Echt? Aan de bergen van Cars. Dat speelt zich af in de Grand Canyon en zo dan. Ja. Red Canyon, Grand Canyon. Heel mooi. Ja. Wauw. Maar we moeten nog een beetje nog wat verder. Oei, ik hoor iets. Ik zie ook iets kruipen. Ik zag een salamander. Zie zo. Een beetje verder. Ja, jongens, we zijn er geraakt, hè? En we zijn duidelijk niet als enigen hier. Nee, maar wel heel mooi hier. Heel mooi. Toch wel weer helemaal anders als in Lanzarote, hè? Absoluut. Ja, veel breder. Veel breder, ja. Ja. Minder bijzonder eigenlijk, hè, dan die in Lanzarote. Ja. Als je het vergelijkt. Maar op zich, ja, het is wel een mooie plaats. Blijft mooi, hè? Kijk, ja. Kijk, ja. Heel mooi uitzicht, hè? Heel mooi. Allee. Weer al iets dat we gewonnen hebben. Ja. Goed gedaan, Jules.
Bravo, we hebben het gehaald. Bravo, papa. Goed gedaan. Applaus. Zie je, dat zijn hier mooie rotsen, hè. Kijk maar eens hier. Wauw. Mag je eens voelen? Ja, voel eens. Wauw, dat is een leuke, harde, zachte rots, hè. Dat is een bijzonder gevoel, zegt. Je wilt er helemaal op klauteren. Dat gaat niet. Ja. Ik heb Jules in een kloof. Ja. Jee. Gaan we hier verder? Gaan we hier verder, jongens? Ja. Zo. Oh. We zijn eventjes terug in het appartement, want eigenlijk was de bedoeling dat we naar een kappertje gingen. We hadden de zoveelste kapper echt waar, we hebben er zeker 4 à 5 hebben er gepasseerd vandaag. Geen enkele had nog een plekje vrij. En als ze dan een plekje vrij hadden, dan was dat gewoon voor de komende dagen die nog kwamen. En daar hebben we geen tijd meer voor, want dan zitten we in Tenerife. En ja, om het risico niet te lopen dat daar ook kappers zijn met een hele lange wachttijd, wat ik eigenlijk heel raar vind, maar ja goed, kijk, dat is nu eenmaal zo. In het vasteland van Spanje hadden we daar niet zoveel probleem mee, maar hier in Gran Canaria is dat blijkbaar een probleem. Dan gaan we het gewoon zelf doen. We zijn gestopt bij de supermarkt en hebben voor €12,95 een gewoon scheerapparaat gekocht. Hij gaat dus gewoon een tondeus, hè? Geen scheerapparaat. Nee, zo'n scheerapparaat voor je haren. Ja, ja. Ja, een tondeus. En dan gaat nu Jolien het maar gewoon oldschool zelf doen. Ja. Ik hoop dat mijn Spaanse kapper. Ik hoop dat mijn Spaanse kapper het hier goed gaat doen, hoor. Beetje van mijn nieuwe haren. Vind jij ervan? Mooi. Ah, je hebt het zelf gedaan. Goed gedaan. Nou, ik ben er tevreden mee. Ja, dat is wel een hele sekke tondeus. Die gooi ik gewoon hier weg, wou ik zeggen. Maar ik ga hem nog hier in het appartement. Dat leek moest hier toch nog eens iemand een tondeus nodig hebben. Ja, dat is een zeer goed idee. Ja, maar ik ben toch blij dat mijn haren weer wat korter zijn. Bij mij groeit dat toch weer. Ik weet zeker, hè, tegen de tijd dat we terugvliegen, hè, naar België, dat mijn haar alweer een pak langer is. Maar nee, dus korte haartjes vanaf nu weer. Ik ben er toch wel blij mee, hoor. En morgen dan zijn we weer voor een nieuwe video. Ik denk niet dat we nog veel gaan doen. Het is nu ook al donker geworden buiten. We gaan vandaag gewoon eens vroeg naar bed. We hebben soepje gegeten. Lekker gazpacho. Koude soep hier, zoals wij dat graag in Spanje hebben. En Juletje, jij gaat ook eens vroeg slapen, hè? Ga je nog een beetje spelen? Ja, maar jouw speelgoed hier, hè?